Zes jaar lang stond hij aan het roer van een van de machtigste lobbyorganisaties van het land. VNO-NCW. Namens het bedrijfsleven zat hij bij alle belangrijke overleggen in de polder. En hij belde op zaterdagochtend regelmatig met de premier, zo vertelde hij eerder. Vanwege corona bleef hij iets langer aan, maar na deze week. Met Prinsjesdag draagt hij dan toch echt het stokje over. Hans de Boer, hartelijk welkom. Goedemiddag. Het gaat gebeuren. U gaat weg. Ja, toch even, u heeft het klappen van de zweep nog niet verleerd. Zo een beetje aan het eind van uw carrière bij VNO-NCW. Want even de kop van de Telegraaf online gisteren. Het vertrek van Unilever uit Nederland is mede de schuld van Klaver. Was getekend Hans de Boer. U noemt nog steeds graag man en paard. Zeker. Er stond mede schuldig. Ja, dat is dan ook de enige nuancering. En ik heb niet gezegd dat die niet mag doen wat die doet. Namelijk het grote bedrijfsleven proberen zeg maar in de discrediet te brengen. Dat mag hij doen. Maar ik heb in dat artikel gezegd, nu gaat Unilever met zijn hoofdkantoor naar Londen. En wat mij nou tegenvalt is dat er niemand in de Tweede Kamer zegt van, meneer Klaver, zullen we het daar even over hebben met elkaar. Want dat verwacht ik dan van een Tweede Kamer. Want ja, en je hebt ook een verantwoordelijkheid, want hij gaat ook lijsttrekker worden en is verder ook een voortreffelijke man. Maar je hebt ook een verantwoordelijkheid om deze jonge man even over de drempel van de wijsheid heen te duwen. Ja, het ging nu over het voorstel van een vertrekboete, hè? En het voorstel van Klaver dus. Deze jonge man even over de drempel duwen. Ja, die onthouden we. De reactie van Klaver was, mannen van de oude wereld die er trots op zijn dat grote bedrijven geen belasting betalen, dat gaat veranderen, Hans. Wen er maar aan. Dat vindt u wel leuk, hè? Nee, dat vind ik inderdaad leuk. Maar kijk, wat er aan de hand is in Nederland. Wij hebben een sterke economie. Die bestaat uit het grote internationaal opererende bedrijfsleven, familiebedrijven en het kleine bedrijfsleven. En met z'n allen zijn wij heel sterk als economie. En VNO-NCW, mijn bestuur, zegt het gaat niet om die economie aan zich, maar omdat wij zo'n sterke economie hebben, kunnen we ook een mooie samenleving bouwen. Van de week las je in de krant, Nederland is het beste land wereldwijd om een kind op te voeden. Kindje kan op de fiets naar school, krijgt een goede opleiding, et cetera, et cetera. Ik hoor net van mevrouw Kaag, in het gesprek met mevrouw Kaag, dat 260.000 kinderen in armoede leven in Nederland. Ja, dat is ook zo, maar toch was dit van de week een uitkomst van UNICEF, mondiaal onderzoek. Dus we zijn ook heel gelukkig. Tel uw zegeningen. En de basis is een sterke economie. En die economie bestaat uit een paar geledingen. En mevrouw Kaag zei net ook, het grote internationaal bedrijfsleven, er is van alles op aan te merken. Dat geldt ook voor u en mij. Hè. Ons is ook van alles aan te merken. Maar het grote internationaal bedrijfsleven is één van de aanjagers van welvaart en de openheid van onze samenleving. Precies. En daar moet je ook even de schoonheid van zien. Ja, en daar ontbreekt het bij sommigen nog wel eens aan. De bereidheid om die schoonheid te zien. We zullen daar zo. Ik wil graag zo meteen met u over praten. Eerst even dat corona verhaal. De steunpakketten. U heeft goede contacten in Den Haag. Buitengewoon machtige, wordt gezegd, lobbyorganisatie. VNO-NCW. De lijntjes met de politiek zijn kort. De steun op 1 oktober zou versoberen voor het bedrijfsleven. Maar dat wordt nu uitgesteld. Ja. Bent u blij met dat derde steunpakket? Oh, ik ben ontzettend blij. En mijn leden, de bedrijven zijn heel blij met het eerste pakket, het tweede pakket en nu het derde pakket. Want dat geeft zekerheid tot aan de zomer. Gaat over de verkiezingen heen. Dat is ook intelligent van het kabinet. Dus het wordt geen speelbal van politiek. Het gaat over de zomer heen. Het pakket wordt wat flexibeler gemaakt. Ook wat stimulerender. Het is nu niet alleen meer steun, maar het is ook herstel. En ja, wij zien aankomen dat een aantal bedrijven die tot op heden nog een aardige orderportefeuille hadden, die gaan zo meteen door die orders heen lopen en dan moeten ze misschien ook mensen ontslaan. Ja. En het feit dat dit steunpakket en herstelpakket nog even doorloopt, is buitengewoon wijs van het kabinet. Hulde daarvoor. Hulde aan het kabinet. Toch is er natuurlijk ook veel discussie over. Hè? Kritiek ook op de steunpakketten. Booking.com wordt dan bijvoorbeeld genoemd. Amerikaans bedrijf. Ja. Profiteerde van
fiscale sluipwegen. Ik zal u één ding zeggen, die hebben we op een donder gehad. En die gaan dat nooit meer doen. Nee. Dat is het mooie van de Nederlandse samenleving. Oké, nou toch even de vraag. 1,8 miljard volgens het blad Quote hebben ze aan belastingen niet hoeven te betalen wegen sluipwegen via Nederland fiscaal. Moet zo'n bedrijf Nederlandse staatssteun krijgen? U zegt dus nee. U trekt nu een conclusie. U geeft voor uit mij uit de voorgaande antwoord. Nee, zij hebben dus tegen die achtergrond. Zij hadden zelf de wijsheid moeten hebben op dat moment. Om te zeggen van nou weet je, als we dat doen, komen we misschien, want we zitten toch in een glazen huisje. Heel vervelend in het nieuws. En ze hadden dat niet moeten doen. Oké, dus nee toch dan? Ze hebben er recht op gehad. En ze hebben dat recht naar zich toe gehaald. Maar soms heb je recht op iets, maar dan moet je ook even denken, ja, wil ik dat nou eigenlijk wel? Waarom is het zo lastig voor u om hier nee te zeggen? Ik begrijp het niet helemaal. U bent toch een man van, ja, van man en paard? Ja, zeker. Maar wat ik nou zeg is toch helder. Ze gaan dit nooit meer doen. Bedrijven die nog langer geld krijgen van de overheid. Steunpakket. U zegt hulde aan het kabinet, ik ben er blij mee. Maar maakt u zich niet ook zorgen over het ontstaan van zombiebedrijven? Zeker, maar dat is nou het aardige in dit pakket. Ik zei net, er zit meer flexibiliteit in en meer stimulans. De vergoeding die een bedrijf krijgt om iemand op de loonlijst te houden, wordt afgebouwd. En dat betekent een stimulans voor en het bedrijf en de werknemer om te zeggen van ja, ik kan wel steun krijgen, maar ik moet heel veel bijbetalen. Dat was nu ook al zo, maar dat wordt alleen maar meer. Dat is dus een stimulans naar de ondernemer toe om te zeggen van joh, red ik dit? Kom ik deze periode door of moet ik eerder de tering naar de nering zetten en iets nieuws bedenken? Dus dat is dat herstel. En dat geldt ook voor de werknemer. Dus een werknemer die denkt van ja, ik zit helemaal goed, dat is ook niet goed. Dus de werknemer wordt ook gestimuleerd om na te denken over waar zit ik over een half jaar of over een jaar. En, dat is de tweede luik. In omscholing naar een andere baan toe, dat soort euro voor. Ja, dat is mooi. Dus daar is de vakbeweging blij mee, maar daar ben ik ook blij mee. Daar zijn mijn leden blij mee. Dus er zitten andere aspecten aan dit steunpakket. Toch is het nog steeds zo dat er ook aardig wat financiële steun voor de werkgever in zit. Personeel zit doorbetaald thuis. Won Jip, ondernemer. In Amsterdam hoor ik een ondernemer. Die zegt, het is mooi, maar he, al die steun, maar aan de achterkant stapelen de schulden zich op. Want de vaste lasten gaan door. En er komt geen cent binnen. Zeker. Aan het eind van de rit zijn ze failliet, deze ondernemers, met enorme schulden. Meer dan de helft van de horeca, zegt hij, gaat omvallen. Zoveel is zeker, het is pappen en nat houden. Het ettert door. Ja, maar toch is dit heel verstandig geweest wat we hebben gedaan met z'n allen. Werkgevers, werknemers en het kabinet. Want we hebben rust bewaard. We hadden ook, het kabinet en wij hadden er ook voor kunnen kiezen om in één keer het mes te laten vallen. Ergens in maart, april, dan was de werkloosheid nu bij de 15% geweest. Dan hadden we met z'n allen in de goot gelegen. Dan had men niet meer de winkelstraat ingegaan. Dan was het één drama geworden. Ja. En wij hebben nu gekozen voor een meer geleidelijke weg. Maar creëer je dan niet op deze manier, want u zegt anders was er werkloosheid geweest, maar creëer je op deze manier niet een enorme verborgen werkloosheid? Zeker. En je zou kunnen zeggen, het feit dat Nederland het gegeven, vergeleken met de rest van Europa en zeker met de States, op dit moment zo goed doet, daar zit een verhullend effect in. Maar we hebben hier willens en wetens voor gekozen, want op het moment dat dit speelde, hè, dus zeg maar zo'n beetje rond 15 maart, dus het is heel snel gegaan. Zeker. Wisten wij ook niet precies hoe lang die crisis zou duren en hoe hevig ze zou zijn. Mm-hmm. En vlak daarvoor hadden we overal nog een tekort aan mensen. En was dat de grote klacht? En nu hebben wij gezegd van ja, je weet niet hoe lang het duurt. We willen de mensen, die vakkrachten, toch zo lang als mogelijk bij de bedrijven houden. Hele begrijpelijke overwegingen. Zeker. En natuurlijk ook grote drama's voor veel ondernemers. Ja, die hun omzet naar nul zien gaan of naar de helft. Ja, en dat is nog steeds zo. En ook zonder uitzicht. Hè? Ik bedoel, de uitgaansgelegenheden, deel van de horeca, de evenementenbranche. Je wilt natuurlijk helpen, maar je wilt ook voorkomen, zegt u zelf ook, dat er zombiebedrijven ontstaan die eigenlijk verborgen werkloosheid hebben. Wanneer komt het moment, zegt u, dat bedrijven het zelf weer moeten zullen redden en zich moeten zien aan te passen aan de nieuwe situatie? Want dat is natuurlijk onontkoombaar. Dat is nu al gaande. Je ziet dat dat eerste pakket, daar werd door ongeveer 150.000 bedrijven een beroep op gedaan. En 1,5 miljoen mensen ging het om. Op de loonlijst.
Dat is in het tweede pakket teruggezakt naar 65.000. En je zult zien dat dat in dat derde pakket weer minder wordt. Omdat bedrijven zeggen van ja, ik wil wel mijn beste mensen en mensen met wie ik ook een nieuwe toekomst in kan bij me houden. Maar ja, soms is er echt geen mogelijkheid meer om het lek boven te houden. En die bedrijven zullen meer, dit is slecht nieuws, die zullen meer dan in de afgelopen maanden daar consequenties uittrekken. Dus wij zijn niet optimistisch over de toekomst. Je ziet die werkloosheid nu heel geleidelijk een beetje oplopen. En die faillissementen zullen toenemen? Die zullen toenemen. Kortom. Aan de andere kant, ik ben een optimistisch man. Ik maak nu een rondje langs heel veel bedrijven. En ik zie ook dat sommige bedrijven weer prachtige aanpassingsprocessen doen en weer wind onder de vleugels krijgen. Maar je hebt ook bedrijven, ik noem bijvoorbeeld een touringcarbedrijf. Ja. Die hebben een enorm wagenpark staan. Ja. Dat staat stil. Dat staat stil. En wat moet je daar dan? Komt pas weer beweging in als er een vaccin of een goed medicijn komt. Dus daar zitten we allemaal naar te kijken. Zeker. 6 jaar heeft u het gedaan bij VNO-NCW. Even een stapje terug. Worden mevrouw Kaag net iets aardigs zeggen over multinationals. Hè? Die moeten we niet te veel als een kwade kracht beschouwen. Nee. Doen we dat nu? Nou ja, kijk, wat je ziet is dat als het slecht gaat met de economie. Dus ik trad aan in 2014. En even voor de mensen thuis ook. In 2014 stond er in de krant: Nederland gaat nooit meer groeien. 0%, misschien 0,5%. Nederland gaat nooit meer groeien. Toen hebben mijn bestuursleden en mijn leden en ik ook, ik ben hun spokesman, hebben gezegd: wat is dat nou voor onzin? We zijn een sterke economie. Als wij gaan investeren in onze verdienkracht, gaat dit land weer groeien. Dat hebben we gedaan. Het land ligt er echt goed bij. Toen ging het op een gegeven moment, in die tijd ook, waren er buitenlanders die wilden Unilever overnemen en Akzo Nobel. Ja. Toen is er in de Kamer een motie aangenomen, kamerbreed. Kabinet, laat deze parels niet van het oranje fluweel afgrissen. Dus toen iedereen steunde toen. Weer een jaar later ging het echt goed. Toen kwam de dividendbelasting. En toen was het zo van, nou ja, zo mogen ze ook wel naar het buitenland toe. Nu zitten we met z'n allen weer een beetje in de problemen. En nu zie je weer allerlei verstandige opmerkingen over de kracht van het Nederlandse bedrijfsleven. Ja, ja, ja. En dat wil ik ook gezegd hebben. Wat mevrouw Kaag net zei, dat steun ik. Bij mij in de club, het hele duurzaamheidsdenken. De in grote impuls is vandaan gekomen bij de grote multinationals. Op dit moment zijn we bezig met het brugproject. Dus zeg maar, hoe kunnen wij als bedrijfsleven kansarme groepen een extra push geven, een extra bruggetje uitleggen? Dat is mooi. Die impulsen komen bij het grote bedrijfsleven vandaan en het midden- en kleinbedrijf en het kleinbedrijf, die ondersteunen dat. Dus er gebeuren hele mooie dingen. Schitterend. Toch. Ja, vind ik zelf ook wel. Ja, ja, ja. Uit onverwachte hoek misschien, of in ieder geval onverdachte hoek, komt er wel kritiek ook op die multinationals. Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, die geeft een lezing afgelopen week, de HJ Schoollezing, en die zegt: de afgelopen decennia is het inkomen van de huishoudens, het besteedbaar inkomen, minder hard gegroeid dan de economie als geheel. We hebben een grafiekje daar, dat komt uit zijn reden. Dan zie je de rode lijn. Dat is de groei van de economie. En de blauwe lijn, dat is de groei, het beschikbare inkomen van de huishoudens. Dus de huishoudens, de burger met andere woorden, uw werknemers, die profiteren minder van de economische groei dan de bedrijven. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, ik heb het even besproken met de heer Knot. Overigens, de polder. De andere lijn is zijn betoog, namelijk dat we Europa, zeg maar, dat dat een groot goed is voor Nederland. Die steunen wij als werkgevers 100%. Ja, zeker maar even dit maar punt. Dit, nou kijk, ik heb het ook tegen hem gezegd. Kijk, een beschikbaar inkomen, dat is het bruto-bruto inkomen. Dus dat wat men aan u betaalt. Ja. Minus alle belastingen, premies, pensioen, et cetera, et cetera. Sinds 2008 is de premiedruk met 5% van het nationaal inkomen, dat is 40 miljard... is dat gestegen. Dus de burgers krijgen bruto-bruto wel een steeds hoger inkomen, maar datgene wat er vanaf wordt gesnoept door belastingen, premies, pensioenpremies, et cetera, maakt dat je daarvan in je port. Dus even voor de helderheid. Nee, dus deze analyse, dus Knot is een voortreffelijke man. Ja.
Dat moet gezegd zijn, maar deze analyse was niet helemaal compleet. Hij had de zogenoemde WIG erbij moeten betrekken. Ja, maar goed, Knot zegt dus... het Nederlandse bedrijfsleven heeft sterk geprofiteerd de afgelopen decennia... van de vrijhandel, van de interne markt, van de euro. Ja. En dat geldt minder voor de Nederlandse huishoudens. Ja, maar dat komt... Omdat ze te veel belasting en premies moeten betalen, vindt u? Dit land zou er heel anders bij liggen... als iedere burger 1 of 2 maanden per jaar... alle geld wat hij van de werkgever krijgt... bruto op zijn bankrekening zou krijgen... en als hij dan zelf de premies zou moeten betalen... voor het pensioenfonds, voor de AOW, voor het ziekenhuis, et cetera, zodat hij even zou zien van, hé, waar betaal... Hè? Ja. Dan zou het land er heel anders bij liggen. Want mensen zouden dan denken van, hé... ik betaal heel veel voor het overigens prachtige collectieve netwerk. Toch eventjes, hè? Als je nou kijkt en wat ik u net vroeg... neem eens even een paar stappen terug. En je ziet dat de afgelopen decennia de bedrijven... meer geprofiteerd hebben van die economische groei... van de euro, van de vrijhandel. U ziet dat. En u ziet dat die grafiek van die inkomens niet meegegaan is. Ja. Achtergebleven is. Denkt u dan niet bij uzelf... op het eind van uw carrière. Daar heb ik iets laten liggen. Ik heb zat fouten gemaakt. Zoals overigens wel meer mensen. Maar hier is het verhaal een slag moeilijker. Dus de standpunt is nee. Nee, dat denk ik inderdaad niet. Want ik denk dat je moet even je zegeningen tellen in dit land. Vlak voor de coronacrisis de laagste werkloosheid ooit. Ik was in Rotterdam. De baas van het Albeda College zei, Hans... Tegenwoordig maakt voor de coronacrisis. Hè? Tegenwoordig maakt het niet uit of je Ahmed heet of Peter. Ze krijgen allebei even makkelijk een stageplek. Dus een paar dingen gingen helemaal goed. Een punt is wel, als je nu bijvoorbeeld, zeg maar, eigenlijk 2 dagen in de week aan het werk bent voor je pensioen. Hè, pensioenpremie betalen en AOW-premie. Dan zie je dat netto niet terug in je salaris. Maar we willen wel met z'n allen een goed pensioen. Dus... datgene, dus dat is het moeilijke verhaal. Maar goed, het is een intelligent programma. Datgene, dank u. Ja, datgene wat je allemaal bruto aan je uitgegeven wordt... gaat voor een groot deel naar dingen toe... die je vandaag de dag niet in je portemonnee terugziet. Ik zou heel graag een half uurtje extra met u hebben. Ik zou bijna dat standpede willen vragen. Maar dat kan niet, het gaat niet gebeuren. Want ik wil het eigenlijk nog met u hebben over wat u allemaal gaat doen... en hoe dat pensioen eruit ziet. Maar ja... komt vast wel goed, hè, met u en al die contacten in de polder. Nog genoeg leuke dingen te doen de komende tijd. Heel veel dank dat u hier was en veel succes. Dank u wel.